Ja, hallo iedereen, hier ben ik opnieuw. Vandaag gaan we een proef doen. Een proef met kalksteen. Dit is kalksteen. Het ziet er wit uit. Het is een heel zacht gesteente die je onder andere kunt vinden wanneer je naar Engeland gaat. De Cliffen of Dover, die zijn zo gemaakt van kalksteen. Eigenlijk is het ontstaan door kapotte schelpen die jaren geleden heel hard tegen elkaar aangeperst geweest zijn, zodat dat uiteindelijk een vast gesteente geworden is. Nu heeft kalksteen een speciale eigenschap. Om te testen of het kalksteen is, kun je de volgende proef doen. We nemen een jaheerbuisje, we steken daar een stukje kalksteen in en we gaan daar een gevaarlijk product bij doen. Dat is de reden waarom ik mijn sexy handschoenen aan heb. Goed, dat zal ik doen. Ik neem een beetje van dit zuur. En dit zuur is nogal gevaarlijk, want het kan brandwonden veroorzaken. Dus die handschoenen die zullen mij beschermen. Ik neem een beetje van dit zuur. Ik doe dit bij mijn stukje kalksteen in de reageerbuis. En kijk nu wat er gebeurt. Een beetje dichter inzoomen. Goed. Wat gebeurt er dus? Het kalksteen lost geleidelijk aan op. Je kunt het een beetje vergelijken met een bruistablet die je in water gooit. Dus typische eigenschap voor kalksteen, het lost op met een zuur. Voilà, tijd voor een volgende proef.